Hartelijk welkom bij deel 7 van de serie 3D printen. In deze aflevering gaan we het hebben over wat er allemaal mis kan gaan tijdens zo'n print. Niet dat ik het allemaal ga benoemen hoor, want het is werkelijk te veel om op te noemen. Wat ik wel gelijk van tevoren even wil doen is het belang onderstrepen weer opnieuw van het machtig zijn van de Engelse taal. Ik ga u namelijk straks een website laten zien die ik als extreem belangrijk ervaar. Het is een website door een firma die weliswaar gewoon 3D filament maakt, maar die op zijn website een gids gemaakt heeft met wat er allemaal mis kan gaan en wat je er mogelijk aan kan doen. In deze gids staan maar liefst 44 problemen die benoemd zijn, met hun Engelse benaming. Waarom is dat nou belangrijk? Omdat als jij weet hoe jouw probleem heet, dan is het ook heel gemakkelijk om naar oplossingen te zoeken. Als die website het zelf niet al biedt in dit geval, want hier staan dus ook heel veel oplossingen bij. Het betreft hier de website van Rigid Inked. Het is allemaal erg duidelijk uitgelegd, maar wel Engelstalig, want ik zei al eerder, in deze community is helaas alles Engelstalig. Termen die daarbij voorbij komen zijn bijvoorbeeld termen zoals warping. Nou, wat is warping nou? Warping is dat als jij een onderdeel op het bed plaatst, en een deel daarvan komt omhoog, er gaat een hoek omhoog komen, zeg maar, en die komt los. En naarmate die print verder gaat, zal dat verder loskomen met uiteindelijk een mislukkende print tot gevolg. Dat noemen ze warping. Daar hoort natuurlijk ook een beetje bij de term van hechtingsproblemen aan het bed. Überhaupt van hechtingsproblemen aan het bed, dus niet de term warping alleen, maar ook andere hechtingsproblemen. Of problemen met de eerste laag van je print, dat die zeg maar niet een keurig vlakke laag geeft. Op onze Facebookpagina voor wat betreft Prusa wordt het wel eens 3D printer porn genoemd, oftewel porno voor de 3D printer. En wat ze daarmee bedoelen is dat een eerste laag zo glad mogelijk is, dat als je er met je vinger overheen gaat, dat je eigenlijk niet eens voelt dat het lijnen zijn. Dat is de mooiste eerste laag die je maar kunt krijgen. Maar zodra als je regels gaat voelen of als je hem loshaalt, dat je als het ware een soort van bezempje in de hand houdt met allemaal losse strangetjes plastic. Of wanneer er gaten in zitten of scheuren in zitten, dan heb je dus een probleem. En dat zijn problemen met de eerste laag. Maar ook termen als olifantsvoeten, waarbij zeg maar de onderkant van de print als het ware uitgezakt is en breder uitkomt dan de rest van de print. Over het algemeen is dat een warmteprobleem. Stringing, dat zien we ook heel vaak en dat gebeurt helaas bij mij ook nog wel eens. Print toch redelijk warm, moet ik eerlijk zeggen, omdat ik me daar het veiligst bij voel als het gaat om het printen. Stringing is wanneer je zeg maar een soort van spinnenwebharen ziet. Dus je hebt twee paaltjes die je print en dat er van hier naar daar zeg maar als het ware een restlijntje ook licht. En dat kan dan te maken hebben met niet snel genoeg retractie, dus dat hij het filament terug moet trekken op het moment dat hij van het ene paaltje naar het andere beweegt. Nou, noem maar op. Stringing, ook een veel voorkomend probleem. Missende of losliggende of verspringende lagen. Dus dat er een laag zeg maar niet precies boven elkaar geprint wordt, maar net iets verder naar rechts, waardoor je model er niet fraai uitziet. Bij een missende laag is dat nog veel erger. Meestal overigens, kan ik zo op voorhand al wel zeggen, is dit een probleem met de riemen van de printer. Er zitten riemen op en als die riemen niet strak genoeg staan of te strak staan, dan krijg je dat soort problemen. Problemen met bridging, daar hebben we het al even over gehad. En we hebben daar het voorbeeld brug ook genoemd. Bridge betekent brug, bridging. Ik heb al verteld, als je een brugdek in de lucht wil laten hangen zonder support, dan valt het naar beneden. Nou kan ik twee palen plaatsen aan allebei de kanten van dat brugdeel, maar de vraag is dan, is het genoeg of gaat die dan doorhangen? Dan moet ik misschien wel een derde paal er ook onder plaatsen. Nou, bridging is dus eigenlijk, hoe ver kan ik van het ene punt in de lucht naar het andere punt in de lucht printen, zonder dat ik problemen krijg met doorhangen of op het printbed vallen van de laag die ik aan het printen ben. Nou, ook bridging wordt daar besproken. En nog veel meer. Ik zei al, er zijn maar liefst 44 verschillende problemen die daar op die website en in die handleiding besproken worden. Dus in de video zal ik straks een link plaatsen naar deze handleiding, want hij is zo verschrikkelijk belangrijk.
vanaf deze plek wil ik daar ook nog aan toevoegen dat ik maar kan blijven herhalen, maar ik doe dat ook bewust, dat het trial and error is. Het blijft een kwestie van experimenteren. Elke filament zijn eigen temperatuur. Elke kleurfilament mogelijk zijn eigen temperatuur. Elk merkfilament een andere temperatuur. En ga zo maar door. En er zijn heel veel merken met filament. En geloof me, als je denkt dat je het helemaal voor elkaar hebt, dan begint alles gewoon weer van vooraf aan. Dus dan moet je weer opnieuw aan de gang. Dat is ook een van de redenen waarom ik er zelf een voorstander van ben, ondanks dat ik het op dit moment niet doe. Maar ik ben er wel een voorstander van om zoveel mogelijk hetzelfde merkfilament te gebruiken, zodat je zo dicht mogelijk steeds bij hetzelfde zit. Alleen als je met verschillende materialen gaat werken, PETG, PLA, ABS, ja, dan zul je hoe dan ook te maken hebben met dat je steeds weer opnieuw zult moeten gaan afstellen en opnieuw aan de gang moet. Dat afstellen van zo'n printer is ook wel erg belangrijk. En daar ga ik dan ook in de volgende deel ga ik het daarover hebben. Dat noemen we het kalibreren van dat gebeuren. Het kalibreren van die printer. He, is een blokje. Ik heb u van de week dat blokje laten zien. Waar heb ik hem? Hier heb ik hem. Dat blokje, als dat 2 centimeter over elke zijde is. En ik print dat in het ontwerp. He, in het ontwerp 2 centimeter over elke zijde. En ik print dat. Is het dan ook 2 centimeter over elke zijde? En zo niet. Wat kan ik dan doen om te zorgen dat hij toch die 2 centimeter heeft? Ander voorbeeld. Ik heb hier een temperatuurtoren. Als ik een nieuw merk filament ga gebruiken, dan doe ik vaak zo'n temperatuurtoren printen. Daar moet je je wel even goed over inlezen, want je moet dan in je slicer zo instellen dat hij elke centimeter bijvoorbeeld, of elke zoveel millimeter, een andere temperatuur gaat gebruiken, zodat je straks de lagen kunt bekijken en kunt kijken van waar print hij nou het beste. Wat is dus zijn ideale temperatuur? Nou, dat soort dingen. Maar ook de extruder kalibratie. Van als ik hem vertel dat hij 10 centimeter filament moet uitdrukken, naar beneden moet drukken. Doet hij dat dan ook? Doet hij dan ook 10 centimeter of doet hij iets anders? Nou, dat is kalibratie en daar gaan we ons in de volgende aflevering mee bezighouden. Tot de volgende keer. Plezier, veel plezier gewenst, ja, en tot de volgende deel. Dag!